Het programma is voor ieder niveau, dus het is, ja, ik gooi je in het diepe, het is een moeilijke opdracht. Probeer te tekenen en schilderen of schilderen wat je ziet. Kijken naar licht donker, maar alles is een oefening. Dus tuurlijk vind ik het allemaal leuk als we iets moois maken, maar door gewoon te oefenen en te doen, komt dat vanzelf. Ja, want je ontwikkelt je vaardigheden, je traint je ogen en dat gaat steeds beter. En je hebt na deze cursus of training, hoe je het wil noemen, heb je gewoon heel veel in je rugzak zitten. En dan kun je zeggen van nou, dit onderwerp daar ga ik me nog meer op richten. Of dat vind ik leuk, ga ik meer specialiseren. Of ik ga meer op kleur letten of meer op dit of dat. Maar je hebt gewoon een goede basis. En ja, dat is eigenlijk ook wat je op de middelbare school met de tekenlessen of op de kunstacademie ook krijgt. Alleen je gaat het nu zelf onderzoeken en je krijgt er verder geen punt voor. Je wordt niet goedgekeurd of afgekeurd. Het idee is ook dat het gewoon leuk is en niet om te presteren, maar om lekker creatief bezig te zijn. Ik kan er wel een stukje vertellen over mijn filosofie. Ik heb nog een boekje geschreven. En ik geef nu ongeveer 20 jaar teken- en schilderlessen, ongeveer 10 jaar ook aan mensen met een visuele beperking. En je zintuig als inspiratie, vond ik een leuke titel, want we zijn hier vooral aan het kijken naar licht en donker. We kijken dus ook met andere zintuigen, bijvoorbeeld hè, met je handen. En als je dus niet met je ogen kunt kijken bijvoorbeeld, van hoe kun je dan creatief bezig zijn? Dat is natuurlijk ook heel interessant voor mensen die wel met hun ogen kunnen kijken, om die af en toe eens een keer dicht te doen. En hoe kan ik dan creatief bezig zijn? Dan valt er misschien heel veel weg in de eerste instantie, maar met dit boekje word je uitgedaagd om te kijken wat dat nog wel kan. En dat bestaat uit 3 hoofdstukken of delen, hoe je het wil noemen. Het eerste deel gaat over hoe kom je van niks tot een creatief proces, hè, tot een experiment, tot een resultaat. Vaak willen wij van niks naar een kunstwerk. En het grappige is dat hier heel veel beginners komen en heel streng zijn voor zichzelf en eigenlijk verwachten dat ze de eerste tekening die ze maken, dat die goed is. Ik heb eigenlijk geen verwachtingen. Aan de andere kant wel het vertrouwen in, want dat heb ik al gezien, iedereen kan leren tekenen en schilderen. Maar mensen zelf hebben hoge verwachtingen en zijn vaak oordelend als het niet meteen lukt op zichzelf. Dus dit helpt je er doorheen en dan ga ik vandaag even wat uitleggen hoe je stap voor stap in jouw proces bezig kunt zijn met waar je nu staat. En niet zozeer met dat resultaat bezig hoeft te zijn, want dan, dan ben je wat geforceerd. Deel 2 gaat over, of hoofdstuk 2, hier staat deel 2, gaat over jouw verhaal. Wat is mijn verhaal? In hoeverre wil ik vertellen wat mij boeit en wat mijn fascinatie is, of waar ik me aan stoor, of wat mij los van wat anderen mij hebben voorgekauwd. En als je het dan hebt over blinde mensen, dan is er natuurlijk heel veel over de visuele wereld uitgelegd door anderen. Dus dat haal ik aan als voorbeeld. In hoeverre is jouw idee bij dingen helemaal jouw idee of door een ander uitgelegd dat er dan zo uitziet? Bijvoorbeeld iemand die nooit gezien heeft en vraagt wat is de kleur rood en iemand zegt een aardbei, dan is de rest van het leven van die blinde persoon de eerste associatie bij de kleur rood een aardbei. En de smaak en de geur en het gevoel van die aardbei. Maar natuurlijk is rood veel meer. Dus ik daag je mensen uit om op onderzoek te gaan. En ook als je wel goed kunt zien, is het natuurlijk hartstikke leuk om op die manier anders naar de dingen te gaan kijken. Er staan allemaal opdrachten in. En het derde deel gaat dan letterlijk over de zintuigen. En dan ook weer met opdrachtjes om met geur en met geluid en zien bezig te zijn. Maar dus het eerste deel gaat er vooral van uit dat je, je zit nu hier. Je wil iets, je hebt de ambitie om wat te maken of wat te leren. Of misschien wel een stukje persoonlijke ontwikkeling. En dan staat hier in het Engels, what do you find the most interesting at the moment? Nou, dat kunnen we denk ik wel vertalen. Wat vind je nu de aandacht waard? Wat trekt jouw aandacht, wat fascineert jou? Dan weet je misschien meteen iets. Sommigen komen hier speciaal om te leren portret tekenen of schilderen. Sommigen komen gewoon om basistechnieken aan te leren. Misschien wil je wel leren loslaten in het algemeen. En als je dat met creativiteit lukt, dan werkt dat door in andere
aspecten van je leven. Dus zo kun je misschien heel veel dingen hebben van dit boeit mij. En dan kun je niet allemaal tegelijk bewust of fysiek mee bezig zijn. Dus je kiest dan één ding om te beginnen. Dus je kunt zo'n woordspin maken. Dat staat dan ook in een boekje. Vanuit dit vind ik interessant. 100 dingen vind ik interessant. Of 1 ding vind ik interessant. Of alles wat er tussenin zit. En je zet je dan voor aan jouw pad. En dan willen we dus vaak hier naartoe springen en zeggen, ja, we did it. Maar ja, er zit nog van alles tussenin, hè, voordat je daar bent. En misschien is het wel die weg wat hetgene is wat de moeite waard maakt. Ik heb hier wat voorbeelden opgesomd, wat dus hier uit voort zou kunnen komen. Maar dat kan van alles zijn, want iedereen heeft andere doelen en uitdagingen. Hier staan bijvoorbeeld kleurenstudies. Als je zou willen leren schilderen, is het ook handig om kleuren te kunnen mengen. Dus dat kun je even ontleden, hè? Want als je en een techniek wil leren schilderen, wat hier dan staat, bijvoorbeeld met acrylverf, en je wil leren kleuren mengen, en je wil je ogen trainen om te kijken naar licht en donker, zodat je verhoudingen kunt schilderen, eigenlijk zijn dat verschillende studies. En dan kun je niet van jezelf vragen dat je er allemaal in één keer kunt en daar allemaal in één keer mee bezig moet zijn. Dus je focust je op één ding en terwijl jij kleurenstudies aan het maken bent, ben je ook aan het leren schilderen. Krijg je er dan bij. En als je aan het schilderen bent, automatisch komt er die kleuren weer bij. Maar focus even voor jezelf op één ding. En ben dan niet te streng als het andere niet meteen lukt. Ja? Dus als je let op verhoudingen licht en donker en het lijkt niet meteen op een portret, maar je hebt daar wel een goed gezicht neergezet, ben dan trots omdat je dat voor je gezicht hebt neergezet. En wil je uiteindelijk dat het ook nog gaat lijken, dan wordt het de volgende studie. Ja, dus zo ga je voor jezelf jouw doel op een rijtje zetten. Ik geef mensen dan de opdracht om er een prioriteitenlijstje van te maken, nummertjes. Zoveel als je hebt, zeg je 1 tot en met zoveel. En hier heb ik het meeste zin in, of heeft nu voor mij het meeste aandacht. En dan begin je mee. Dus dan ben je je pad aan het doen en dat lukt niet en dat lukt niet. En dat lukt wel per ongeluk een keer. Yes! Misschien is dat krulletje wel die. Zonder dat je daar eigenlijk te geforceerd mee bezig bent. Nou, dan lukt het. Dan denk je, oké, je kan het. Ik ga het nog een maken. En dan lukt het weer niet. Hè? Dat is vaker voor mij, hoor. Dan denk ik, oké, nou hebben we hem. Nou, weer niet. Hé, is weer goed gelukt. Ik ben trots. Ik ga het op Facebook zetten. Instagram. Heel de wereld mag het zien. En dan weer niet. Nou ja, dan geef ik het op. Ik heb het gesnapt. En volgende studie. Nou, ga ik daarmee aan de slag. Hetzelfde verhaal. Je gaat er een keer goed. Yes. Oh, maar het was toch eigenlijk niet zo makkelijk als ik dacht. Nog een paar studies en het lukt weer een keer. Dus zo spelenderwijs ben je aan het oefenen. En weet ik zeker dat daar gewoon resultaten uitkomen waar je trots van wordt. Zonder dat je vindt dat alles wat je doet meteen goed moet zijn. Dus hè, lekker speelzaam mee bezig zijn. Als je voor jezelf die trajecten of processen of studies, hoe je het wil noemen, gedaan hebt, dan kun je gaan combineren. Want je hebt dat geleerd en die techniek uitgeprobeerd en die techniek. En dit vond je eigenlijk het leukste om te doen. Hier ben je het beste in, of juist niet, en wil je nog eens even onderzoeken. Die ga je combineren en dan heb je weer zo'n rijtje waar ergens wat krulletjes ontstaan. En dan kun je een conclusie trekken. Did you have fun? Ja, vond je het nou echt verschrikkelijk en zeg je ik ga liever voetballen, is dat ook een goede conclusie. Dan weet je dat je geen energie meer in hoeft te stoppen. Ben je nou klaar? Heb je nou een geweldige expositie ingericht en denk je, nou, klaar, gelukt, ik heb alles verkocht, nou ga ik op reis. Kan. Of voor je juiste weg leuk, ben je lekker bezig geweest, zeg je nou, ik vind dit zo leuk, lekker creatief bezig zijn. Ik kom tot rust, ik heb tijd voor mezelf, ik wil hier voorlopig nog mee door. Dan is het eigenlijk het bezig zijn misschien wel wat voor jou belangrijk is. Dus, heb je iets geleerd, zet voor jezelf op een rijtje. En dat is vormgegeven in dit model, dat noem ik mijn model voor kunstzinnige of beeldende vorming. Maar eigenlijk is dat een proces wat in de natuur zit en volgens mij in het hele leven en in alle trajecten terug te voeren. Want het zijn is nu, hè? Je bent nu hier en je maakt de keuze om dit programma te gaan doen. Je wil groeien, je wil iets ontwikkelen, je vaardigheden ontwikkelen of persoonlijke uitdaging. Nou, dus die kiem, die ontkiemt. In de lente krijg je dus dat de zaadjes uitkomen. Je laat je inspireren met je zintuigen door alles om je heen, wat je fascineert, wat je ziet. Dus je bent vooral een rijker mens aan het worden, want je bent bewust om je heen aan het kijken.
Dan ga je scheppen. Je gaat dingetjes uitproberen zoals ik dat net daarvoor uitgelegd heb. En je gaat experimenteren, oefenen. Nou, dat gaan jullie doen, hè, want je hebt net huiswerk gekregen. Dus je gaat dingetjes maken, lekker bezig zijn. En je hebt af en toe een krulletje. Dus je bent aan het creëren. Je bent van het experimenteren dingen aan het maken. En soms denk je, yes, dit is leuk. Ik heb iets gecreëerd. Je bent iets aan het realiseren. En je bent zo trots dat je het misschien wel cadeau wil geven aan iemand of aan de muur wil hangen. Of onder het bed wil schuiven, dan is dat jouw presentatie. Dus nou ja, in de herfst, hè, dan doe je daar iets mee. Dan kun je het een beetje loslaten. Dan ga je reflecteren. Dus dan zit je eigenlijk hier bij die conclusies. Van wat heb ik nou afgelopen tijd gedaan? En dan ben je daarna weer hier. Met een stukje wat je geleerd hebt. Met dingen die je gemaakt hebt. Maar terwijl je hier jezelf aan het laten inspireren bent, hoef je nog niet bezig te zijn met een resultaat of met het loslaten ervan, of wat moet ik er nou straks weer mee gaan doen? Dit is allemaal niet aan de orde, want je zit nou hier in je proces. En als je hier bezig bent, hoef je ook nog niet te denken van wat moet ik nou hier weer gaan doen dadelijk. Dus dit helpt mij ook, het komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Dit is eigenlijk wat ik hier ergens in mijn mens zijn en kunstenaarschap en ook als ondernemer regelmatig doen, zo van waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En van daaruit ga ik weer kijken wat nu. En ik kon gewoon mijn processen van het ontwikkelen van ideeën en projecten en creativiteit eigenlijk altijd hierin plaatsen. Soms onbewust ben je hier gewoon mee bezig, eigenlijk het hele leven is dit ook, dus dat kun je ook van geboorte tot dood zien. Kun je in een dag zien, kun je in een week zien, kun je in een creatief proces zien, misschien wel in een bedrijf opzetten, ondernemersplan. Dus van die filosofie heb ik dat hier een vorm gegeven. En op mijn website jofke.nl staan verschillende websites en ook een online stappenplan wat je gratis kunt, waar je gratis voor kunt aanmelden. En dat is ook wel leuk om het gelijk met dit programma te doen, want dan krijg je iedere week een stap om aan jouw doel te werken. En dat doel kan dus van alles zijn. Je kunt zeggen, ik richt dat op deze cursus en ik ga dat op mijn creatieve proces richten, maar misschien heb je andere doelen en kun je hem voor jezelf invullen. En dan krijg je iedere week weer een stukje van hoe ik over de dingen denk, om jou te willen inspireren en om daar op een leuke, vrije manier mee om te gaan. Zonder het al te krampachtig vast te houden. Want heb ik gemerkt, hoe harder ik iets wil, hoe harder ik het vasthoud, hoe moeilijker het gaat. Ja. En als je weet wat je wil, en je zet het vooraan de weg en je laat het resultaat los, en je gaat ermee aan de slag, dan komen de dingen op je pad en dan gaan de dingen veel meer vanzelf. En dan kom je daar ook, zonder het vast te willen houden. Dus dat stappenplan op jofke.nl kun je gratis aanvragen. Materiaal is nogal handig, want je kunt het zo duur of zo goedkoop maken als je wil. Met een potloodje en een papier kun je eigenlijk bijna alle opdrachten doen, behalve wanneer het over kleur gaat. En soms vouwblaadjes erbij of maar net wat we gaan oefenen. Ik zal iedere keer zeggen wat je dus kunt gebruiken. Dus zwart papier. Ik heb hier schoolbordenkrijtjes, die kosten ook geen drol, hè? Dus die kun je gewoon bij de Action of zo kopen. Je hebt ook vetkrijt, dat pakt wel iets makkelijker op als het papier wat gladder is bijvoorbeeld. Oliepastelkrijtjes of wasco-krijtjes van de kinderen. Oliepastels die zijn kwalitatief wat beter en die geven beter af. Heb je ook in kleur, je kunt ook geel licht tekenen. Maar ik zou in ieder geval het contrast zo groot mogelijk houden. En acrylverf, maakt niet uit welk merk, zeker niet voor deze oefening. Als we het over de kleuren leren gaan hebben, dan zou ik wel zorgen dat je de goede primaire pigmenten hebt. Kan ook met plakkaatverf deze opdracht. Aquarelverf is minder handig, want het is transparant en dan schijnt je ondergrond door. Kwastjes, emmertje water als je wil schilderen. Ja, een papiertje. Dus zo kun je zelf kijken wat je in huis hebt. En, of de knutselkast van de kinderen optrekken. Dat was. Heb je ergens opgeschreven wat je nodig hebt? Materialen niet. Nee.
Dus als je het fijn vindt, herhaal ik het nog. Ik ga het in ieder geval wel straks erin zetten in het programma. Oh ja, ja. Oké.